erg veel liefde mijn lippenstift stash aan jullie zien. Ik had een foto online geplaatst op Instagram. En daar kwamen eigenlijk allemaal ideeën van mensen die zeiden van waarom doe je niet weer een keer een lippenstift stash. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik wilde al wel langer een... ik wil nog steeds gewoon een make-up stash opnemen sinds dat ik natuurlijk nu in deze nieuwe woning woon. Voor de rest is het uiterlijke van wel hetzelfde gebleven. Maar ik dacht dat doe ik van de zomer. En aangezien blush en lippenstiften, dat zijn... Ja, dat zijn echt mijn dingen. Dat zijn ook samen nagelak is hetgeen waar ik echt super veel van heb. En wat ik ook soort van spaar. Maar waar ik ook echt best wel selectief in ben geworden in de laatste anderhalf jaar. Dus ik heb ook al echt alleen de dingen die ik echt heel erg mooi vind. Dus dat is misschien heel erg leuk om te laten zien aan jullie. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik laat eerst heel even snel een overview zien van mijn make-up kasten. Hier staat de grote spiegel en daarboven... Ja, een aantal dagelijkse dingetjes of gewoon wat mooie dingetjes. En mijn nieuwe Marc Jacobs Daisy parfum. En een Yankee Candle kaars. En daarnaast, of daaronder, zie je twee grote IKEA Alex kassen. In de linker zit mijn make-up. En in de rechter zit mijn verzorgingsproducten. Dus in een van die laadjes gaan wij nu kijken. Oké, dit is dus de bewuste lade. Ik zal even de camera telkens meedraaien als ik naar een soort van andere sectie ga. Nu staat hij even gefocust op de lipgloss en de lipbalmlade. Je ziet hier achter nog kleine lipbalmpjes zijn het eigenlijk. Het zijn hier een paar van de Body Shop. Die zaten bij de kerstcollectie. Een Sleek Pow Polish. Nou, een tube volgens mij van... Nou, kijk, waar ben jij ook weer van? Van Mio. Het zijn van die verschillende dingetjes. Ik doe er eigenlijk vrij weinig mee. En dat komt omdat ik echt een hekel aan heb als mijn handen vies worden nadat ik een product op mijn lippen heb moeten aanbrengen. Dus dat gebruik ik liever niet. Maar dat ligt daarachter. Maar ik heb het wel gewoon een soort van voor de zekerheid als ik wel eens wat kleurtje op mijn lippen wil of zo. Dit zijn dus de... Nou ja, hier staan de lippenstiften. En hier staan de... Liggen de lipgloss en de lipbalm en de stains. Een beetje... Dat soort producten. Deze dingen zitten in bakjes van de HEMA. En die kosten iets van €2,52 per stuk. En die kan je dus in elkaar klikken. Op zich vind ik het wel prima werken. Oh, een haar. In combinatie met lippenstiften hier en lipgloss hier is het wel prima. Maar ik vind het is niet ideaal. Het is niet perfect. Maar het kan er zeker wel mee door. Even kijken, dit is een leeg hulsje. Dat gaat heel even weg. Dat is weer een lipstift. Ik heb het eigenlijk niet uitgezocht voordat ik deze video opnam. Er zal waarschijnlijk nog één of twee producten in mijn tas zitten. Maar het is op zich wel gewoon volledig hoor. En ik denk dat het ook een leuker beeld geeft. Zo ziet het er gewoon standaard uit. Je ziet hier producten van MUA. Intense Kisses, High Intensity Gloss. Die zijn op zich al prima. Je hebt hier nog Miss Sporty producten. En deze vind ik trouwens echt heel lelijk. Dus deze haal ik er nu meteen uit. Even kijken. Dit is echt groot favoriet. Dit zijn de Rimmel London... Color Rush producten. En die vind ik echt fantastisch fijn. En hier heb je de Rimmel Apocalypse. Die vind ik ook echt fantastisch fijn. Vooral deze kleur vind ik erg mooi. Dit is Apocalyptic. En dan hebben we natuurlijk de nieuwe. En er is gisteren een review van online gekomen bij mij. We hebben de nieuwe HEMA Soft Matte Lip Balm. En die vind ik erg mooi. Zijn goed gepigmenteerd ook. Wat ik wel vind is dat ze behoorlijk afgeven. Je partner goeiedag kussen is er soort van niet bij zonder echt te zorgen dat hij er helemaal onder zit. Dat vind ik echt een oprecht nadeel. Daarnaast glijden ze heel erg makkelijk. Dan ben je iets aan het doen of dan ben je heel eventjes over je huid aan het wrijven. En dan drink je een kopje thee. En voor je het weet zit het overal. En dat vind ik een gloeiende nadeel. Maar voor de rest zijn ze ontzettend budget en wel gewoon ontzettend goed gepigmenteerd. Mooi mat, dus daar mogen we niet klagen voor €3,50. Maar dat is wel eventjes een dingetje. Ook een favoriete Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Deze is volgens mij al langer uit, is Pretty Witty. En dit is echt een beste kleur. Die vind ik echt fantastisch mooi. Sexy Pulp van Yves Rocher. Deze gebruikte ik heel graag en heel vaak. Het staat een aantal keer in de Glossy Box. De nieuwe producten van Max Factor. Ik weet niet eens hoe deze heet hier, want het staat er ook niet eens op. Maar het staat wel in mijn artikel. High Shine Intensity Building, bla 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 bla. Prima dingetjes. Make-up Studio, dit is het product wat ik droeg op mijn trouwdag. Dus het, ja,
Vind het nog steeds een hele mooie kleur. Ik draag hem alleen niet zo erg vaak, want ik vind de substantie niet meer heel erg fijn. Maar eigenlijk moet hij in mijn memory box, want het is een soort van een dingetje dat ik gewoon graag wil bewaren. En dan hebben we hier natuurlijk de Rimmel Provocalypse. Hier hebben we de kleur die ik niet zo mooi vind. Het is Skinny Dipping. En als het goed is zitten hier wel... Oh, die zitten in mijn tas op dit moment. Ik heb Little Minx en Pink For You heet die volgens mij. Of Dare the Pink. Pink to Dare. Zoiets. Die twee draag ik enorm graag. Die zitten dan nu dus ook in mijn tas. Die heb ik bijna elke dag van vorige week opgehaald. En gisteren ook nog. Dus die zijn echt enorme aanraders. Maar deze gaat wel heel even in een ander laadje. Want ik vind deze kleur gewoon mij niet staan. Ik probeer altijd, zodra ik producten krijg en heb getest, de producten waarvan ik denk, van nou die ga ik dragen, komen in het laadje. En de rest van de producten gaan in de weggeefbak of in de doneerbak. Ligt eraan of het nieuw is of gebruikt of hoe dat dan zit. Maar dan snap je het een beetje. Essence XXL Long Lasting Lip Gloss vind ik ook fijne producten. Maar zo zie je een beetje wat ik allemaal heb. Het is echt heel verschillend. Er zit dus MUA in, er zit Catrice in, er zit NYC in, Miss Sporty, Rimmel... Hema. Nou, echt van alles. Er zit qua lippenstift of qua lipgloss vrij weinig high-end producten. Waarom? Ik hou niet zo heel erg van lipgloss. En dan besteed ik liever mijn geld uit aan een dure lippenstift dan aan een dure lipgloss. Ik denk dat het... Ik ben geen enorme lipgloss fan. Ik hou dan, als ik dan zo'n product moet kiezen, dan kies ik dus voor de lipsteenachtige producten. Zoals de Apocalypse en de Provocalypse en de lipbalmpjes. En lipgloss zelf, ja, vind ik niet zo erg boeiend. Alrighty, door naar de andere kant. Aan deze kant hebben we de lippenstiften. En wat je hier voornamelijk ziet zijn een beetje de miscellaneous. Dit bakje erachter gebruik ik niet zo heel erg veel. Maar het is even... op een gegeven moment zijn het zoveel lippenstiften die ik heb bewaard van alles wat ik heb gekocht en gekregen. Dat ik ze daar dan even neer heb gezet. Hier zie je twee versies van Hema, één van de Body Shop. Rimmel zit erachter en Essence. Wat je in dit bakje heel veel ziet is Essence en Hema. En dan al van Essence hebben we het over dit soort producten. De... Long Lasting lippenstiften. Deze versies. Die vind ik echt fantastisch mooi. Die hebben een enorm goede kwaliteit. Ja, die kost ook iets van 2 euro. Die heb ik hier. Nou, ik heb er hier wel echt een aantal van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, ik weet dat er nog 2 in mijn tas zitten. Dan hebben we hier nog eentje, 2 van de Long Lasting liplijn. En dan hebben we hier een aantal Gorsh producten. Die vind ik prima. Zijn een beetje te doorschijnend. Dus ik twijfel wel of ik deze erin hou. Of dat ik ze... Ik gebruik ze eigenlijk te weinig. Dus misschien gaan die binnenkort wel weg. Zo komt dit rijtje vrij. En dan kunnen die weer hier naartoe. Dan hebben we hier nog een product. Oh ja, die vind ik heel lelijk. Die haal ik er nu uit van de Glossy Box. Waarom die erin zit, dat weet ik niet. En hier hebben we hier nog eentje van Sleek. En dat is een heel vet kleurtje. Maar ik draag hem eigenlijk te weinig. Dus ik wacht even aankomend zomer af. En als ik hem dan weer niet heb gedragen... Dan gaat hij naar de weggeefdoos. Hier staat er nog eentje van Sleek. Ja, en dit is voornamelijk dus Hema en Essence. Dit is een favoriet van de Hema trouwens. Dit is nummer 5. Die vind ik echt prachtig. Even kijken of ik een goede swatch voor jullie kan laten zien. Die vind ik echt super mooi. Dat is zeker een aanrader. Sowieso zijn Hema lippenstiften echt aanraders hoor. Alrighty, gaan we door naar de volgende. Wat je hier voornamelijk ziet in deze en deze. Dit is mijn high-end bakje en dit is mijn Catrice bakje. En natuurlijk zitten er ook wel wat andere producten bij. Maar voornamelijk is dit Catrice. Ik heb er een aantal weggedaan, maar ik hou er toch nog best wel veel over. Even kijken, 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18. Hier staan er nog 6 in het hoekje en er zitten er nog 2 wachten op review. 4 Essence producten wachten nog op je review. Ik heb iets bij elkaar nog 20 lip producten die ik aan het reviewen ben. Dus die komen er binnenkort hier aan. Veel dus van Catrice. Heel veel limited editions. Waarom? Omdat ik die graag review. Vooral lipproducten van limited editions van Catrice. En die belanden dan hier. Vaste kleuren die ik echt heel mooi vind. Zijn 270 Material Girl. Ik weet nou niet meer of die er nou uit is of niet. Maar die vind ik echt prachtig. Even kijken, wat zit er nog meer in de vaste collectie die ik echt heel mooi vind. Oh ja, Pinkadilly Circus. Zoals je ziet hou ik van heel erg van de roze kleuren. Allerlei varianten. Felroze, barbieroze, fuchsia, hardroze, oudroze. Ik ben dol op roze. Ik heb ook best wel wat rood, maar ik hou van roze. Als het gaat om rood, hou ik liever van bessenrood of van bordeauxrood. En dit is Red My Lips, die van Catrice. Die is ook erg mooi. Echt favoriete rode kleur. Zeker een aanrader. Dan heb ik hier 2 producten van Oriflame. Die vind ik erg mooi, maar die zijn heel makkelijk namelijk voor elke dag. Ja, misschien zelfs wel een beetje saaiig, maar ik vind het heel elegant. Lekker makkelijk, staat in de kerstcollectie, dus die bewaar ik erg graag.
Als het gaat om een nude kleur, dan is er één nude kleur die ik graag draag. En dat is 190, the nuder, the better. En daar heb ik er echt een stuk of 3 van. Vraag me niet waarom. Maar die vind ik erg prettig. En dan hebben we hier dus het, nou ja, de wat meer luxe lippenstiften. Er staat hier trouwens ook één van. Dit is een Smashbox lippenstift. Dit is ook een Smashbox lippenstift. Dit is Be Legendary Matte Bing. Ook een rode kleur. Die is weer iets meer oranje-rood. Beetje Marilyn Monroe-rood noem ik dit. Dan heb je hier 288 Intense Fuchsia van L'Oreal. Die vind ik echt heel mooi. Die draag ik heel graag. Dat zie je ook wel. De lipstiften die ik graag draag zijn een beetje viezig aan de randen. Ja, weet je, ik gebruik het gewoon. Ik ga daar niet helemaal heilig mee lopen doen. We hebben hier een aantal Kiko producten. Dat is dan wel weer, nou, lekker budget. Dan weer bij high-end. Maar Kiko is erg fijn trouwens. En hier heb ik mijn MAC lipstiften. Dat zijn er nu 2, 4, 6, 8, 9. Nou ja, daar hebben we verschillende Please Me. Dat is mooi. Is een beetje een bruin oud roze. Lekker voor elke dag. Hebben we een van mijn nieuwste aanwinsten. Viva Glam Miley Cyrus. Lekker roze. Dat is helaas niet meer te krijgen. Ik vind het mooier als ze trouwens met de kogel naar boven staan. Ook al moet ik dan kijken welke het is, maar dat vind ik gewoon mooier. Riri Woo. Oh, ga ik automatisch de fout in omdat ik de andere wel zo heb. Lovelorn. Nou ja, en ik heb een aantal vellen. Impassionate. Ik heb een aantal, doe ik het weer. Een aantal vellere en een aantal echt typisch voor elke dag. Zoals Please Me en Lovelorn. En dan heb ik bijvoorbeeld Impassionate. Echt zo'n hele velle voor... Nou, voor avonden bijvoorbeeld. Eentje van Flormar. Die heeft een hele irritante verpakking, maar die vind ik wel heel mooi. Dit is Bright Crimson. Kost ook maar 6 euro. Echt een favoriet. Hier staan ook wel een beetje de favorieten, maar ook wel gewoon, ja, weet je. Ik weet soms ook niet waar ik het allemaal moet laten. Hebben we een aantal van de L'Oreal. Dit is Fuchsia Drama. En dit is volgens mij hetzelfde naam. Dit is ook, of dit is Intense Fuchsia. Ik vind deze producten heel erg fijn, maar wel over een... Ja, hoe noem je dat? Over een lipstift heen. Dus wat doe ik nou? Ik combineer deze twee heel erg graag. Dan heb ik dus een hele vaste lipstift en dan heb ik een intense glosser overheen. Die ziet er mij best wel vaak dragen in video's. En hetzelfde geldt eigenlijk, dan pak ik een de Please Me van MAC en dan doe ik dan deze overheen. Dit is, hoe heet jij? Molto Mauve. Deze vind ik echt prachtig. En hetzelfde geldt met deze. Dan pak ik er eentje, dat was een Bordeaux van, pak ik nummer 72 van Catrice en daar plomp ik deze overheen. Ja, beetje mixen en matchen. Ander high-end merk. Dit is Rouge & Love van Lancôme. Ja, van Lancôme. Mooi lippenstiftje. Draag hem niet zo heel erg veel. Vindt hem heel zomers. Hij is ook een beetje zacht. Dus een beetje een verschil. Ik wil graag van de volgende lippenstift aanbieding wil ik graag gebruik maken van... Of wil ik dan graag een aanbieding gebruik maken en dan een aantal Chanel en Dior producten kopen. Om een beetje ook afwisseling in high-end te geven. Maar eigenlijk is dit het. Heel veel verschillende dingen ook wel. En ik heb hier trouwens nog... Oh ja, ik heb hier ook nog de L'Oreal. Nog wat? Dat zijn die Rouge Carese. Oh ja, dan moet ik altijd aan Kelly Carese denken. En dan hebben we hier nog de Luminous Lips. En die passen er niet meer bij. Maar die vind ik wel heel erg mooi. Ik moet er wel even aan wennen aan de substantie. Maar deze hou ik. Dus ja, ik moet even kijken hoe ik dit een beetje werkbaar ga maken. Want bij de achterste verpakking kan ik eigenlijk gewoon niet zo erg goed bij. Deze verpakking komen trouwens van eBay. Ik heb daar een artikel over geschreven. Ik zal even de link daarvan en de verkoper dus van deze bakjes even hieronder linken. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. En dan was dit het. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.